Hey, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. In de video van vandaag ga ik een aantal moederdagcadeaus met jullie delen die jullie last minute nog kunnen regelen. In deze periode is het soms wel lastig om aan een goed moederdagcadeau te komen. Dus ik ga in deze video een aantal hele, maar dan ook hele simpele DIY's laten zien. En ook cadeaupakketjes die je makkelijk kan samenstellen. Dus mocht je een beetje inspiratie nodig hebben voor een moederdagcadeau, kijk dan vooral verder. Het eerste cadeau dat ik met jullie ga delen is een gepimpt notitieboekje. Wat je hiervoor nodig hebt is een notitieboek. Mijne komt van de Action. Misschien heb je thuis nog een notitieboekje liggen die je niet gebruikt. En je hebt een pen nodig en misschien ook wel een schabloon als je dat makkelijker vindt. En het ligt heel erg aan het papier of het schabloon te zien is. Zo niet, dan heb ik een tip. Ga bij het raam staan en leg het schabloon op het raam of plak hem op je papier vast. En teken dan jouw design over. Dit deed ik vroeger als klein kind heel vaak. En het is echt super handig, want voordat je het weet heb je een heel mooi design op papier. En om het af te maken kan je ervoor kiezen om een stukje lint door de ringband heen te doen. En vervolgens daar een strikje mee te maken. Wie houdt er nou niet van lekker eten? Ik denk dat je je moeder heel leuk kan verrassen door een ontbijtje voor haar klaar te maken. Ik woon zelf niet meer thuis, dus ja, dat gaat een beetje moeilijk, maar ik kan altijd een ontbijtje komen brengen. En je kan ervoor kiezen om haar lievelingsontbijt klaar te maken of iets heel anders lekkers. Het volgende cadeautje is misschien wel mijn favoriet. Het zijn namelijk coupons. En deze kan je zelf maken met pen en papier. Maar ik heb op de computer een design gemaakt. Mocht jij dit design heel erg leuk vinden, dan kan je hem ook downloaden. Ik zal een linkje hieronder in de beschrijving zetten. Misschien heb je thuis nog wat dingetjes liggen die je nog graag aan je moeder wil geven. Maak dan daar een cadeauset van. En mocht dat niet het geval zijn, dan kan je natuurlijk ook online winkelen en daar wat last minute cadeautjes kopen voor je moeder. Maar ik heb een pakket samengesteld waarvan ik denk dat mijn moeder dat wel leuk zou vinden. En dan heb ik ook nog een andere gift set, alleen deze is een stuk simpeler. Uiteindelijk gaan moederdag cadeautjes om het gebaar, dus het maakt niet zoveel uit wat je aan je moeder geeft. Wat je ook geeft, je moeder vindt het sowieso leuk. En dan zijn we alweer aangekomen bij het laatste cadeautje. En dit is een soort van poster, wall art. Het enige wat je hiervoor nodig hebt is een fotolijst en een printer. En op internet kan je zoveel leuke printables vinden. Maar de printables die ik heb gebruikt zal ik ook wel hieronder in de beschrijving zetten.
Ik hoop dat jullie iets aan deze video hebben gehad. Laat vooral hieronder in de reacties weten wat jij gaat geven aan je moeder voor Moederdag. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei!